Goedenavond. De regio Zuidoost-Brabant wordt niet als rampgebied aangewezen na de hagelstorm van vorige maand. En dus komt er geen extra geld van het kabinet. De Tweede Kamer steunt in meerderheid het beleid van staatssecretaris Van Dam. In een commissievergadering legt de staatssecretaris Van Dam nog eens uit dat hij niet met geld over de brug kan komen. Dus we hebben ook al heel lang met elkaar afgesproken in welke situatie de overheid de verantwoordelijkheid heeft om schade te vergoeden. Dat is hier niet aan de orde. De rampenstatus geldt voor aardbevingen en dijkdoorbraken. Niet voor bijvoorbeeld de vuurwerkramp of de brand bij Chemiepak. En dus ook niet nu voor Zuidoost-Brabant. Onbegrijpelijk vinden ze in de regio. Als de rampenwet nu niet geldt, dan denk ik dat die wet in Nederland nooit meer ingeroepen hoeft te worden. Volgens de oppositie verschuilt de staatssecretaris zich achter regeltjes. De SP noemde de regering zelfs een randstadkabinet. Als dit nou, laten we zeggen, in Leiden was gebeurd of in Noord- of Zuid-Holland, had de minister of de staatssecretaris, had dit kabinet dan ook zo'n koers gevaren? Staatssecretaris Van Dam wil wel allerlei bestaande regelingen en potjes ruimhartig inzetten. En dat is goed nieuws, zegt zijn eigen partij. Allerlei regelingen rondom asbestsanering, duurzame energie en nog veel meer regelingen, ook provinciaal en lokaal. Ik denk dat dat heel veel euro's gaat betekenen voor de regio. Maar dat geld wat er komt is lang niet genoeg, zegt Jan Martens uit Zomeren. Afgelopen 10 jaar heeft hij zijn boomkwekerij opgebouwd, maar die is nu niet meer te redden. In het begin toen zagen we eigenlijk niet de schade van de door de naalden, zeg maar. Kijk, hier pak ik bijvoorbeeld zo uit. In het begin was die nog groen en die zijn nou uiteindelijk sterven die af. Het komt gewoon helemaal niet meer goed met die plant. 10 hectare aan bomen heeft Jan Martens. Of beter gezegd, had Jan Martens. Want er valt niets meer te redden. Dat betekent voor ons bedrijf dat wij de komende 2 jaar geen inkomen hebben. Willen wij verder, dan moeten wij een behoorlijke liquiditeitsruimte hebben. We hebben die ruimte nodig om te leven en onze kosten te betalen. Maar we hebben ook ruimte nodig om weer te investeren in nieuwe bomen. En ja, die ruimte hebben we op het moment gewoon niet. Martens was ooit verzekerd tegen weerschade. Maar heeft de verzekering stopgezet vanwege verschillende redenen. Een brede weerverzekering heb je, krijg je een heel hoog eigen risico. Je moet al een flinke schade hebben, wil je überhaupt een schadevergoeding krijgen. Daarbij is de premie dermate hoog, dat alles is te verzekeren, maar het moet ook financieel haalbaar zijn. Voor Jan rest maar één ding, het bedrijf verkopen. Het is klaar. Het is heel zuur, maar het is klaar met boomkwekerij Martens. Dat moet pijn doen. Dat doet heel veel pijn.